Dames en heren, welkom in de Johan Cruijff Arena, waar Ajax tegen Napoli speelt. Ja, welkom bij de Ajax Career Mode, waarin de belangrijke wedstrijd voor de boek staat, Ajax-Napoli. En dan zou je, als je deze serie niet volgt, denken dat Ajax wel met een goed resultaat uit Napels komt. Nou, dat is verre van het geval. Het is een 1-3. Het werd daar 3-1 voor Napoli. Waarin Ajax er dus 2 moet gaan maken. En dat lijkt praktisch onmogelijk. Want Napoli staat goed te verdedigen. Het staat goed bij Napoli. En daar moet Ajax het dus tegen opnemen. En dat is nog niet zo makkelijk. Maar niet onmogelijk, zou je denken voor de Amsterdammers. Dus moet Ajax proberen met 3-0 te winnen. En dat gaan we doen. Daar gaan we voor. Gewoon constante druk. Alles proberen bij, alle zeilen bij te zetten. Voor een goed resultaat. Van Napoli. En het zal echt een trieste vertoning zijn. Mochten we er hier ook uitgaan in de voorrondes. Tja, dan hebben we bij Ajax echt een dramatisch Europees seizoen gedraaid. En dat is echt on-Ajax. Maar hier is dan Cody Gakpo. Die de score moet openbreken. En dat niet doet. Daar was de kans. Maar dat weet de trainer van Ajax ook. Dit was de kans. Maar Gakpo raakt hem helemaal verkeerd. Waardoor er geen doelpunt valt. Die snelle doelpunt moet er even in. Dan kunnen we meer jagen op de gelijk maken. Dit is jagen naar 2 doelpunten. En dit is jagen naar de 3. Nee. Benitez komt daar weer heel erg goed weg. Oh, wat een slechte bal van Kenneth Taylor. Ajax loopt echt helemaal achter de feiten aan. In plaats van aanvallen is het Napoli dat aanvalt. En dit is dus totaal niet het spelbeeld wat ik wil hebben. Gravenberg, Suarez ingespeeld. En daar is de goal. En nu hoeft Ajax er dus nog maar eentje. En de bal wordt niet gepakt. Oké. Suarez maakt hem. Het is dus nog één te gaan voor het team uit Amsterdam. Nog één. Nog eentje. Er is hoop. De hoop gloort in Amsterdam. Het was een tijdje stil in de arena. Maar er gloort hoop. De naam is Suarez. Zo, er is dus nog hoop. Geen zijn bloedkul worden voor Napoli. En dat is niet wat Napoli in verwachting had. Maar ja, Napoli zag ook een heel ander Ajax in Napels. En nu is het Suarez die hem afgeeft op Mohamed Kudus. Dan kan hij er al in. Maar Kudus doet het te lang. Ik had wat in gedachten, maar het werkte niet zo. Kudus. Ravenberg, het is 2-2! En zo, ik bedoel, ja, het is 3-3. Sorry, het is Gakpo. 2-0 voor Ajax. En zo staat er opeens een verlenging op het scorebord. Napoli, wat gebeurt je hier? Wat gebeurt Napoli hier? Het is volledig overklast hier, oh. En dan krijgt Gakpo de ruimte. En dit is de reden waarom Tadić weg is. En Gakpo is gekomen. Gakpo brengt veel meer. Deze had Tadić nooit binnengeschoten. En de trainer is blij. En terecht. En nu willen we meer. Je wil meer als Ajax zijn er nu. Maar daar is Napoli. En dan is daar toch weer Osimhen die hem bijna bij binnen te schieten.
Ryan Gravenberg, Kudus, Suarez. Anthony staat helemaal vrij! Och, waar komt hij hem heen dan? Gele kaart nog voor Koulibaly. Die mag zich dus weinig permitteren nog. Och, wat een blunder van de keeper van Napoli. Het is gewoon 3-0 voor Ajax. Wat dacht de keeper van Napoli dan? Ajax gaat op dit moment door in Europa. En het zet het allemaal recht in de eerste helft. Dankzij een cadeau van de keeper van Napoli. Oh, wat gaat hij in de fout zeg. 3-0. De keeper van Napoli kreeg een error. En dit is een error die je niet wil. Nou, heerlijk gedaan dit. En zo staat Suarez dus op 2 doelpunten na 2 schoten. Ja, weet je, je moet effectief zijn. En daarvoor is Suarez naar Amsterdam gehaald. Inaki Williams is als backup gehaald. Weet je, want we zaten in een spitsenprobleem en nu zitten we in spitsen luxe. Want we hebben er 4. Nou ja, Brobbey zal ongetwijfeld straks of al opgehaald worden door Leipzig vanwege te weinig speeltijd. Het boeit me geen ene flikker, die jongen was slecht. Brobbey zit niet eens bij de selectie. Oh, nou ja, dat zal wel niet trouwens. Oh, daar is dan opeens de redding van de keeper. En zo moet Napoli opeens weer aanvallen. Hij dacht, nee joh, we helpen bijna zelf. Oh, dit is wel iets te laconiek. Ja, daar is de 4-4. Daar is de 4-4. Ongelooflijk. En zo staat er opeens weer een verlenging. En is het inderdaad die Osimhen. Hij weet elke keer weer vrij te komen. Elke keer maar weer. Heeft Ajax er geen grip op. En staat het 4-4. Wat een gekhuis in de arena. Ongelooflijk. Van enthousiasme opeens weer naar mineur geschoten. Ja, dit mag niet. Hij mag niet zoveel ruimte krijgen. We gaan het nu niet weggeven hoor. Dat mag absoluut niet. We mogen het absoluut nu niet weggeven en dat doen we wel! Napoli gaat op dit moment door! Wat is dit dan voor rare wedstrijd? Ja, en zo is het uitvak natuurlijk tevreden. En kijk Benitez dom naar de grond. Ja! Dit is weer roekeloos verdedigd. Martinez laat zijn man lopen, joh. En dan staat het zomaar weer achter. We staan zomaar weer achter. Oh. Gravenberg krijgt het niet voor elkaar. Oh. Kudus. Op Suarez. Suarez op Anthony. En deze moet erin. En hij gaat erin. Het staat weer 5-5. In totaal 5-5. Het is nu 4-2. Anthony zorgt weer voor een verlenging in Amsterdam. Een gekhuis. Echt een rare wedstrijd. Waarin Ajax net nog op doorgaan stond. En net weer op, uit de Europa League gaan. En nu staat het weer op een verlenging. Wat een rare wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. Waarin deze wedstrijd nog zo saai was in Napels, is in Amsterdam met een gekkenhuis. En maakt Anthony er 5-5 van in totaal. De tweede helft is opeens opgeleefd. Opeens begon Napoli uit zijn schulp te kruipen, want na die 3-0 moesten ze. Want toen wisten ze van oké, kut, we gaan er momenteel uit. Maar nu heeft Ajax het momentum weer mee zitten.
goede bal, zeg. Op Suarez. Oh, jammer. Taylor doet dit goed. Gravenberg. Suarez. Kudus. Gakpo. Proberen in de kleine ruimtes alsnog te pasen. Naar elkaar. Er komt vanzelf ruimte. Oh, toch niet. En daar is Benitez met een belangrijke redding, zeg. Daar is Napoli met de corner, maar deze is voor Anthony. Anthony. Oh ja, de bal komt niet bij Suarez, wat wel de bedoeling was. Ja, dan kan de bal opeens worden opgepikt door Kenneth Taylor. Wat kan hij met die bal? Hij kan ergens heen, jongens. En daar het schot dan van Kudus. Wordt geblokt. Zo stevenen we af in Amsterdam op een verlenging. Maar Napoli kan zomaar in de laatste minuten scoren. Daar weten we alles van. Daar weten we alles van. Daar is Napoli. Daar is niet de goal. Het momentum ligt weer helemaal bij Napoli. Ja, deze goal gaat nog vallen, jongens. Ik betwijfel het. Suarez eruit. Oh, Gakpo is ook overleden, zeg. Hebben wij nog een... Nee, die hebben we niet. Er zijn meer mensen dood dan levend. Wat natuurlijk volkomen logisch is, want we zetten die constante druk. Het feit is dat we nu verlenging gaan krijgen. Oh nee, toch niet! Want Masraoui laat zich verrassen! En daar is Benitez nog met een belangrijke redding! Ja, bal is weg. Oké, verlenging. Dan moeten onze wissels gaan werken. Oh, hopelijk werkt het. Hopelijk kan Berghuis een beetje profiteren aan die rechterkant. Daar is hij waar hij bij Feyenoord heel veel heeft gespeeld. Oh. Inaki Williams. Oh jongens, nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee. Nee, Martinez, wat doe je? Inaki Williams, hij moet erin, Inaki Williams! Ja, dat was nog wat te moeilijk. Want penalties, dat is altijd een overwinning voor de bot. Maar ja, die gaan er op dit moment niet komen. Nou ja, op dit moment juist wel, want Napoli heeft nu te weinig man voor de bal. Lijkt het. Oh, wat doet Alvarez? Wat doet Alvarez? Schandalig van de CVM. Ongelooflijk. Ja, dit is waarom die eruit is. Hij kan er gewoon helemaal niks van. Het is 4-3 voor Napoli.
Ja, hoe kan je zo aan de kant worden gezet? Napoli haalt iemand naar de kant. Hetzelfde. Ja, nu gaat Napoli verdedigend spelen. Even wachten hoor. Oké, okay, en dan wil ik dit nog even aan. Ja, dit is ook wel goed. We moeten de bal krijgen. Oh, Tagliafico, let eens op, man. Nou ja, Alvarez kan het in ieder geval niet waarmaken in deze wedstrijd. En dat is dus een slechte invalbeurt. Wat ons waarschijnlijk Europa League gaat kosten. Oh, Kudus. Ja, deze had je makkelijk kunnen winnen, maar... Het is, zit er... Niemand speelt goed. Ja, Suarez speelde goed, maar die is gewoon moe. Berghuis! Ja, ja! 4-6-6! Ajax maakt er 6-6 van! En zo schiet Berghuis Ajax naar penalty series in de Europa League. Op dit moment. Dat moet erbij gezegd worden, maar de arena ontploft. Dit leek er helemaal niet meer in te zitten. Iedereen was dood. Iedereen was moe van dat constante druk zetten. Maar Napoli verliest het oog op Steven Berghuis. En die ramt er maar even binnen. En zo staat het 6-6. Terwijl het aan deze begin van de wedstrijd 3-1 stond. Let's go. Napoli. Oh jongens, jongens. Nee. De verdediging is moe. En dan vliegt hij er weer in. Napoli gaat door naar de volgende ronde van de Europa League. En Ajax en Timber en Martinez en al die verdedigers mogen zich kapot schamen van de wanprestatie die er geleverd wordt. De goal is voor Napoli. Nummer 14. Ja, een wanprestatie. 7-6-7. We gaan niet door. En dat komt gewoon door te weinig kwaliteit in de ploeg. We hebben niks afgemaakt in Napoli. Echt helemaal niks. En in Amsterdam maken we het dan zo goed. En dan gaan we strijdend ten onder. In Napoli mogen we niet eens zeggen dat we strijdend ten onder gingen. Dat was gewoon echt een wanprestatie. En daar kom je gewoon tekort. Je had daar op 1-2 moeten spelen en je verliest daar met 1-3. Ja... En dat ene doelpunt maakt het verschil. In de verlenging was het echt een wereldwedstrijd geworden. Maar het is ongelofelijk. Ajax staat met niks. En Napoli staat met alles. En Ajax ligt er dus uit in de voorrondes van de Europa League. Want het zijn dit. Echt balen. Niet normaal. Sorry voor de stilte, maar ik was er even helemaal klaar mee. Ik weet niet waar dit vandaan komt. Ik snap het niet. Dan zitten we zeker in de Conference League. Of zijn we echt helemaal uitgeschakeld nu? Volgens mij helemaal uitgeschakeld. Wat een wanprestatie. Gakpo is moe, dus die moet weg. Die moet er even uit. Ja, maar we hebben geen vervanger voor Gakpo. Oh, Berghuis kan ook aan die kant spelen.
Iedereen is moe, hè? Gewoon iedereen. Ja, wat logisch is, want we hebben iets anders gedaan dan dat hun gewend zijn. Suarez, die kan nog meekomen. Zo, dit wordt even de opstelling tegen Napoli. Ik bedoel tegen Napoli, tegen Go Ahead. Martinez is nog wel moe. Hebben we nog een CV op de bank? Ik denk niet dat Kluivert daar kan spelen. Oh jawel. Gorter krijgt de kans, aangezien hij nog jong is. Zo, nou, een paar van de A-selectie, een paar van jonge Ajax gepikt. Hatsa. Nou, dit is een kutwedstrijd die we nu moeten spelen. Want ja, Ajax uit Europa, ja, die regen zegt genoeg. Dat is hoe de sfeer bij Ajax is. Dan maar voor titel, dan maar voor de kampioenschap. Waanzin. Echt ongelooflijk wat we hebben weggegeven. Kan Go Ahead winnen van dit B-team, want dan is de titel ook al half weg. Ja, was bijna Zakaria Labiat. Berghuis. En daar moet hij er wel in hoor. Labiat, nee, in tweede instantie ook niet. Schuurs krijgt daar bijna de bal nog. Dan wordt de bal daar alsnog niet verwerkt. Kluivert die dit wint. En dan de lange bal op Suarez. De lange bal op Suarez. En die bal vliegt er ook niet in. Weer zo'n bal op Suarez en die vliegt er weer niet in. Het is niet te geloven. En daar is Go Ahead weer in de aanval. We laten het momentum bij Go Ahead. En dan vliegt hij erin ook. Is het 1-0 voor Go Ahead Eagles. En dat zat er gewoon aan te komen. Dat. Dan moet. Ja, dat zat eraan te komen. Zonde. Oké, okay, nou daar gaan we maar weer. Het is een schandalige wedstrijd weer. Er zijn zoveel beter, maar ja. Nou, daar gaan we maar weer. Dan gaan we maar weer. Oh, wacht. Inaki Willems moet er even in. Want ik merk gewoon. Ja, weet je, Suarez. Weet je, het komt wel goed met hem. Maar we hebben nu even iemand die sneller nodig is.
Want dan kun je geen wanprestatie leveren. Go ahead in de aanval. Sean Kleiber, we winnen dit niet. Ja, Go Ahead gaat de 2-0. Hoe mis je hem? Dit was de kans voor Go Ahead op de 2-0. Oh ja, ik ben blij. Oh jongen, we moeten hier echt met 2-1 winnen. Maar we hebben de kwaliteit niet op het veld staan. We hebben de kwaliteit niet op het veld. Daar is de 1-1! Onverwachts, en wie scoort er? Het is Zakaria Labiat. Hij maakt er 1-1 van. Hij maakt een hartje. En ja, hij weet zelf ook wel dat hij heel veel heeft gemist. Ongelooflijk. Dat hij er nog in vliegt. Ik had het eigenlijk al niet meer verwacht. Het is dus nog 1-1. Het doelpunt voor Ajax. Nummer 19. Zakaria Labiat. Buiten spel. Nee. Gorter, lekker. Probeer ik nou serieus met Steven Berghuis een sprintduel te winnen? Dat wordt hem natuurlijk niet. Go Ahead laat zoveel ruimtes, maar we doen er niks mee, hè, op het middenveld. Inaki Williams! Hij vliegt er niet in. Ajax mag niet winnen van Go Ahead. Komt nog wel een ingooi. Ik mis de inzet van Taylor. Dat is jammer. Maar ja, 1-1. Weet je, het is beter dan verliezen. Alleen jammer dat we de zegenreeks ten einde doen. Want dat was echt onnodig. We hadden genoeg schoten. Maar dat maakt niet uit. Dames en heren, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Vergeet dan vast zeker niet op dat duimpje te klikken. En natuurlijk alvast te abonneren voor meer. En dan zie ik je graag later bij de volgende video. Later mensen.